In de maand Zulhijja wordt er vanaf de Fajr van 9 Zulhijja tot en met de 13e Asr gebed een takbir gereciteerd. Ook wel bekend als de takbiri tashriq. De takbiri tashriq is dit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Deze takbir is wajib, wil zeggen noodzakelijk, om het eenmaal te reciteren en het is gewenst om het driemaal te reciteren. Na alle verplichte gebeden die worden gezamenlijk verricht in de moskee, is het wajib om meteen na de salaam het te reciteren. Na nuffelgebeden of sunnahgebeden of het witte gebed is het niet wajib om het te reciteren. Leest men het gebed alleen, dan is het ook niet wajib om te reciteren. Maar het is wel beter als men de takbir tashriq dan ook reciteert. De verhaal achter deze takbir is ook heel interessant. Er wordt vermeld: wanneer profeet Ibrahim a.s. zijn geliefde zoon Ismaïl a.s. op de grond legde om hem op te offeren in de weg van Allah, op dat moment bracht Jibreel a.s. een ram vanuit het paradijs als fidya, wil zeggen als compensatie voor de opdracht die hij kreeg. En de engel Jibreel a.s. kwam met een luid geluid en reciteerde Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luisterend naar deze stem tilde profeet Ibrahim a.s. zijn hoofd en keek naar de hemel en besefte dat dit was een beproeving van Allah. En er is een ram gestuurd vanuit het paradijs als fidya om te worden opgeofferd in plaats van zijn geliefde zoon, profeet Ismaïl a.s. Blij zei profeet Ibrahim a.s. La ilaha illallahu wallahu akbar. Luisterend naar dit zei profeet Ismaïl a.s. Allahu akbar walillahil hamd. Deze gezegende woorden zullen tot de dag des oordeels in leven worden gehouden door middel van de takbiri tashriq die men moet reciteren, nogmaals, vanaf de fajr van 9 Zulhijja tot en met de 13e asr gebed. Mogen Allah ons de zegeningen van de maand Zulhijja schenken. Ameen, bijahi nabil, ameen, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dawat islami, verspreid je over heel de wereld. Dawat islami, verspreid je over heel de wereld.